80 meter is niet genoeg voor wat Harry van Rij aan PSV bijdroeg. Hoe hij PSV eigenlijk heeft laten groeien en de groei die door hem heeft plaatsgevonden. Ja, en de successen die zijn behaald sportief. En die combinatie, hè, dat gaat natuurlijk samen. Ja, dat maakt hem wel een legende van de club. En iemand die waar PSV heel veel aan te danken heeft. Hij had eerder de uitstraling van een beetje van een anti-held. En hij werd natuurlijk ook gepersifleerd op tv, hè, door Erik van Muiswinkel. Ja, dat vond hij zelf prachtig om te zien. Daar kon hij echt hartelijk om lachen. Het is natuurlijk geweldig dat mijn collega Evenbeeld vandaag weer in Eindhoven is. Hij moest het van zijn menselijke kwaliteit hebben, maar ook van zijn kennis van zaken. Het was gewoon wat dat betreft, die combinatie die maakte hem zo sterk. Maar niet iemand die met een gezwollen ego door de voetbalwereld liep, helemaal niet. Nee, en ik denk dat de mensen voelen dat en daarom is hij ook zo geliefd altijd geweest. Hij had zijn eigenaardigheden, die had ik. Maar uiteindelijk is het een hele goede vriendschap geworden. En in de PSV-tijd een geweldige samenwerking, want we hadden toen eigenlijk een driemanschap. Ruts, Van Rij en ondergetekende. En Ruts bemoeide zich heel erg veel met het stadion, de verbouwing van het stadion. En Harry en ik deden dan de rest, de voetbalzaak, et cetera. Dus dat maakt het allemaal wel makkelijker om snel beslissingen te nemen. Ik heb daarvoor 8 jaar bij Anderlecht gespeeld. Daar zagen we de voorzitter 2 keer, 3 keer op een seizoen. Maar daar sprak je zelden tegen. Dus als hij binnenkwam, moest iedereen recht staan totdat hij zei zitten. Dat was heel plechtig. Dus dat was zeker geen band waar je daarmee had. Je keek er wel naar op uiteraard. Maar toen kwam ik hier en ja, ik wist niet wat ik zag eigenlijk, in de goede zin. Was het logisch dat u voorzitter werd op dat moment? Ik denk het wel, ja. Omdat? Omdat ik hem beter had. En de tweede plaats denk ik omdat ik het wilde doen. Dus ik bedoel, dat is natuurlijk ook altijd een item. En in die tijd was het natuurlijk wel een beetje gebruikelijk. Gebruikelijk dat natuurlijk, ja, laat ik maar zo zeggen, een oud Philipsman voorzitter werd die daar ook tijd voor kreeg. Alleen is natuurlijk in mijn periode de voorzittersfunctie natuurlijk wel mede. Doordat we in 1999 de NV zich hebben natuurlijk wel fundamenteel gewijzigd. Omdat je toen toch, lange tijd heb je toch, dat de functie van voorzitter en manager in één hand kwamen door die scheiding. En dat is natuurlijk toch wel een extra hele zware belasting geweest. Ik denk dat Van Rij eigenlijk de eerste en de beste gegadigde was. Hij stond er middenin, kende de club heel goed. Klonk goed op met de spelers. Dus ik denk dat het een logisch gevolg was. En daarna, in die tijd, kreeg je ook een raad van commissarissen. Kreeg je boven staan. Dus toen begon langzaam maar zeker de structuur te veranderen. Hij is de man geweest die van PSV en NV heeft gemaakt. Het was natuurlijk voor die tijd gewoon een voetbalclub zoals zoveel. Hè? En hij heeft voor die professionalisering gezorgd. En desondanks heeft hij dat karakter van de club altijd weten te bewaren en dat is wel, dat maakt hem wel heel bijzonder. Ik kreeg te horen dat PSV concrete interesse had en nou, daar werd dan een onderhandeling met de club in de clubs gestart, Heerenveen en PSV. Nou, daar kwamen de clubs uit en toen kwam ik dus voor mijn contract bij de voorzitter thuis, waar ook destijds Frank Arnees bij aanwezig was en ook zijn vrouw, die even een kopje koffie maakte en welkom heette. En ik en mijn zaakwaarnemer die kwamen daar binnen bij hem thuis en ging even een rondje in de tuin doen en liet hij trots zijn karpers zien en hoe mooi de bloemen en de bomen in zijn tuin erbij stonden. En daarna herinner ik mij hele scherpe onderhandelingen. En toen we daar eenmaal uit waren, ook weer die warmte van dat je voelt van hey, ik ben hier op mijn plek en ik kan hier met veel vertrouwen aan de slag. Ik leerde meneer Van Rij, moet ik zeggen, want Harry vind ik niet correct naar hem toe. Vooral voor mij is dat een grote meneer en als voorzitter was dat, vooral als mens, was hij gewoon geweldig. Ik denk, als speler kon je altijd bij hem terecht.
kom bij alles bij hem terecht wat ik nooit gekend had. En daarom denk ik dat ik me ook zo snel thuis voelde in Eindhoven. Omdat je toch een voorzitter hebt waar je gewoon mee kan praten. Een koffie drinken, een gebak nemen of met je problemen kan je bij hem aankloppen. Hij was altijd bereid om de dingen ook op te lossen. Op een heel nuchtere, klare kijk op de dingen. En ja, dat was voor mij een openbaring eigenlijk in het voetbal. Ik heb herinneringen dat hij altijd na de wedstrijd buiten de kleedkamer stond. Winnen of verliezen, altijd een woordje van een oppepper als je hebt verloren. En een omhelzing en de vreugde samen delen van een mooie overwinning. Dat herinner ik me. Dat hij heel betrokken was en dat je... Ja, dat je een goed gevoel had bij hem. En aan de andere kant heb ik ook met hem aan de onderhandelingstafel gezeten natuurlijk. Als je wordt gehaald naar PSV toe, in mijn geval van Heerenveen. Ja, dan merk je ook wat voor scherpte hij dan heeft als zakenman. Dus die warmte en die scherpte, dat ligt heel ver uit elkaar in één persoon. Maar die twee kanten die had hij heel erg. Het belangrijkste was alleen dat ik probeerde een mens onder de mensen van PSV te zijn. En of dat nou de spelers waren, of de trainer, of de supporters, of de mensen op kantoor. Ik vond dat ik voor iedereen bereikbaar moest zijn en voor iedereen op dezelfde wijze proberen om te gaan. En ik denk dat toch wel een belangrijke missie ook van de voorzitter is. Want ja, wij onderscheiden natuurlijk heel duidelijk bij PSV twee units. Dat is enerzijds het stadion en anderzijds de hertgang. En de hertgang was min of meer de cultuurbewaker, de huiskamer van PSV. En dan had je het gewone hele zakelijke kant van PSV die natuurlijk met name in wezen hier op het stadion, zoals je net wat. En om toch te trachten de eenheid te bewaren, de zaken tussen die twee units te coördineren. Ja, dat heb ik altijd, en dan gaat het natuurlijk om mensen, dat heb ik altijd als een van de belangrijkste taken van de voorzitter gezien. Ik denk dat hij als eerste voorzitter, in de geschiedenis zelfs, de ultieme verbinder was tussen het stadion en de hertgang. Ik denk dat Van Rai zowel bij het technisch personeel, trainers, spelers, als de mensen hier op kantoor in hoog aanzien stond en staat. En ik denk dat dat zijn grootste verdienste is voor de club. Je voelt dat je in een omgeving zit waar vertrouwen is en waar je ook lekker voelt. En die omgeving die werd natuurlijk bepaald door de hertgang en de mensen die daar werkten. En de hele club die daar ook aan bijdroeg, natuurlijk alle mensen. Maar hij was daar wel de grote man in. En hij wist wie en waar liep en hoe dat moest gaan. En dat had hij heel erg in zich. Maar dat is dus de sfeerkant die gewoon aanvoelde. En de contacten die hij met iedereen had. En mensen die gewoon knetterhard werkten. Ook voor hem, maar ook voor de club. En het andere is gewoon het zakelijke. Gewoon de juiste spelers kunnen binnenhalen. De goede deals doen. De juiste scouts. De juiste zakenwaarnemers. Dat netwerk waarin gewoon toppers als, noem ze allemaal maar op, waarin de halve finale van de Champions League nog werd behaald, ritsen aan kampioenschappen. Ja, dat is die zakelijke kant. Durven investeren in het stadion, in spelers, in accommodatie. Dus ja, een visionair, een zakenman en een warme persoonlijkheid in één. Nou, hij was heel goed, heel benaderbaar, heel open persoonlijkheid. Was natuurlijk ook vaak op de hertgang, veel vaker dan andere bestuursleden vaak waren. Dat maakte hem ook op beide plekken zo geliefd. Maar het was niet een makkelijke man in de zin van, had echt wel zijn eigen standpunt, een visie. Maar het was een stratege ook. Kijk, in de tijd dat PSV de Europa Cup won, in 88, toen werd het bestuur gevormd door Jacques Ruts, Kees Ploegsma en Van Rai als penningmeester. En Van Rai was echt het bindmiddel tussen die andere twee, want die lagen elkaar wat minder. En Harry en ik die hadden frequent telefonisch contact. En vast elke zaterdagmorgen kwamen we bij elkaar met z'n tweeën, een kop koffie drinken. De zaken van de komende week doorspreken, want elke maandagavond hadden we een bestuursvergadering. En om die een beetje in te korten, namen wij de voetbalbeslissingen op zaterdagmorgen. En als er een maandag aan de vergadering was en ze zeiden van, ja, wat vinden jullie van Harry en Kees? Van, nou, dat en dat. Nou, Hamerstruk, klaar.
Dus dat was leuk. En Van Rai heeft me ook wel eens verteld, dan hadden Kees en ik hier de vooroverleg voor een belangrijke beslissing, voor een belangrijke bestuursvergadering. En dan wisten we in ieder geval dat 2-1 was en dat we onze zin konden krijgen. Dus ja, ik denk dat dat dan wel typeert. We waren eerst maar het provincieploegje. Ook een beetje de schuld van PSV zelf in het verleden. Ik heb altijd gezegd van ja, Amsterdam dat ligt ook in de provincie, dus waar praten we over? Maar toen het driemanschap en met al die zaken die toen zich ontwikkelden, ja, zijn ook in de enorme successen van PSV gekomen in die periode. 6 kampioenschappen op een rij, 3 bekers achter elkaar en de Europa Cup. Ja, en de grootste teleurstelling was eigenlijk de wereldbeker. Maar dat was een periode van 7-8 jaar dat het allemaal crescendo ging. Begin jaren 90 had PSV een aantal toch wel moeizame jaren, althans midden jaren 90. Waarbij Ajax de absolute topclub was. PSV verloor toch een aantal goede spelers ook. Met name Ronaldo natuurlijk in 1996. En er moest een nieuwe start worden gemaakt in de jaren 90 toen hij voorzitter werd. Kijk, in zijn tijd als penningmeester had hij die verbindende rol ook al, maar veel minder prominent. En in die periode haalde hij uiteindelijk zijn vriend Erik Gerets naar PSV. En begon PSV aan een nieuwe succesperiode. Dan is het zo dat trainers vaak heel een aanwijzbare rol spelen in het succes van een club. Hoe is dat met een voorzitter? Nou, ik denk dat de rol van de voorzitter in die zin belangrijker is, want die is verantwoordelijk uiteindelijk voor het aanstellen van de trainer. En het belangrijkste is een goede trainer aan te zetten. Kijk, de trainercoach is de belangrijkste man in een voetbalorganisatie. Daar hoef je niet aan te doen. Dat is operationeel. En de voorzitter heeft natuurlijk toch een heel belangrijke grote verantwoordelijkheid met betrekking tot het aanstellen van die trainer. En daar mag hij, gezien het geweldige belang van die functie, eigenlijk het cruciale belang van die functie, daar mag hij geen fouten maken. En dat is niet altijd even simpel. Hij wou vooral dat iedere speler zich heel goed voelde binnen de club. En dat hij onderdeel uitmaakte van het geheel naar de successen waar je naartoe streeft als club PSV zijnde. En hij wist perfect de snaar te raken bij iedereen eigenlijk. Op een heel volwassen, mooie manier. Ik heb hem zelden kwaad gezien. Ik heb hem eigenlijk nooit kwaad gezien. Ik kan me niet herinneren dat ik hem een tirade heb zien uitschelden of zo. Nooit. Nee. Hij had het niet over tactiek, maar hij had het wel over het menselijke aspect. En hij wist alles wat er speelde. Hij had ook persoonlijk contact met jongens, hè, waarin hij gewoon wist wat er in spelers omging. En hij wist ook wat er nodig was om een bepaalde spelersgroep de juiste man voor die groep te zetten. Hij wist ook als er problemen waren binnen de groep en hij hoorde daarvan, dan pakte hij ook zelf wel eens aan met een groepje spelers die hij bij zich riep. En eventjes zei van, hey jongens, hè, zus en zus, zo bam, zo gaan we doen en ophouden nu. Gas erop. En dan deed je dat. Want ja, als speler ging je voor hem door het vuur. En dat heb ik nooit meer meegemaakt bij een voorzitter of een algemeen directeur of hoe je het ook wil noemen, president. Maar hij had dat menselijke en die touch had je wel met hem. Als ik privé problemen had, of was er in het voetbal een of andere dingen liepen, gelijk ik dacht dat het niet hoorde te lopen of zo, dan kun je dat gewoon onder vier ogen bij hem bespreken. En dat bleef ook altijd binnenskamers. Dat werd nooit aan de grote klok gehangen. En ik vond altijd zijn stilte nadat hij iets vroeg of zo, dan was hij altijd even stil. Was hij echt heel bewust aan het denken van hoe kan ik dit oplossen voor je. Maar dat voelde je gewoon, die band. En ja, dat voelde voor mij zalig aan, omdat ik nooit een voorzitter had gekend waarin dat je aan de deur mocht aankloppen als je met iets zat of zo. En dat hielp zoveel om al de randzaken of zelfs binnenkamers de problemen op te lossen, kon je altijd bij hem terecht. En ik denk dat dat ook uniek is in voetbal. Of was het in die tijd in voetbal. Tuurlijk werd er flink in mij geïnvesteerd toen ik bij Van Heerenveen naar PSV kwam. Dus dat durfde hij ook met de directie om zich heen. Hè. Dat was de duurste binnenlandse transfer ooit. Er was heel veel kritiek op. Jongen, voor één speler zoveel geld betalen. Kun je dan niet beter 3 jongens halen van dat geld, et cetera, et cetera, et cetera. Maar hij durfde ook te investeren. Dus dat was één, daardoor kwam ik bij PSV. En twee, 3 jaar later ging ik
durfde hij ook bepaalde bedragen te vragen voor spelers. En dat gingen topclubs betalen. En bij mij kwam natuurlijk een kink in de kabel en vooral een kink in mijn knie. Waardoor ik een jaar moest revalideren. Maar het eerste wat PSV deed, ook onder leiding van Van Rai, is mijn contract openbreken en vernieuwen en verbeteren. Waardoor ook de transfersom gegarandeerd kon blijven. Dus ook waar ik daarna werd geopereerd en hoe ik werd gerevalideerd, dat was natuurlijk van levensbelang om die waarde te houden die door dat openbreken van het contract heeft kunnen behouden. Maar goed, dan moet je ook in willen en durven investeren. Ja. En vertrouwen hebben in het terugkomen van mij op het hoogste niveau en de mensen die daar verantwoordelijk voor waren. Dat durfde hij en dat deed hij en daar stond hij achter en daar steunde hij je in. En een jaar later is die deal nog weer met United rondgekomen en heeft PSV daar gigantisch aan verdiend, wat ook fantastisch is. En daarmee is er weer geïnvesteerd in het stadion en in de faciliteiten, maar ook in weer andere spelers. Alles is er klaar voor, nu ook. Rolf Luyke, de scheidsrechter van deze partij. PSV is de landskampioen. Nielis in zijn laatste jaar. De 15e landstitel voor PSV. En de voorzitter is terecht nog blij met de aanvoerder. Op het moment dat je dan de schaal mocht in de lucht steken en je gaat dan eigenlijk een ereronde doen of weet ik veel en je ziet dan de voorzitter, dan is dat de eerste waar je naartoe stapt. Dat is die band die je opbouwt, dat familiaal gevoel, de warmte die je beide aanvoelt naar elkaar toe. Je wilt hem betrekken in het succes omdat hij daar ook een belangrijk onderdeel in is geworden. Hij is niet de speler op het veld, maar hij is wel de aanvoerder buiten het veld, bij manier van spreken. Hij nam de leiding ook als het moest. Je ziet ook de vreugde ervan afstralen. Ik herinner me ook die beelden op die foto, dat ik bij hem samen de schaal heb. Ik ben er emotioneel van. Hier is de voorzitter betaald voetbal. Met de kampioenschaal van het seizoen 1999-2000. Voor mij was het hoogtepunt, zeg ik als voorzitter mijn ding, was het hoogtepunt dat ik als voorzitter ervaren heb, was toch dat kampioenschap in Groningen. Dat was voor mij als persoon was het hoogtepunt. Wie is dit kampioenschap? Van het hele elftal? Van Hiddink? Nou, ik denk het meeste van de voorzitter. Nee, de voorzitter heeft toch aardig wat meegemaakt dit jaar. En denk je dat het het kampioenschap van de voorzitter is? De voorzitter is gewoon een fantastische man. En fantastisch voor de club. En ja, dat is inderdaad zijn grootste aanleg voor hem. De man heeft de zaak op de rails gehouden. Iedereen heeft hem bij geholpen, maar hij verdient dit kampioenschap. Wat is het eerste waar u aan denkt als u terugkijkt op de periode als voorzitter? Ja, op de eerste plaats toch aan het warme afscheid wat ik heb gekregen. Met name natuurlijk van de supporters en van mijn omgeving en van de spelers. Dat is natuurlijk toch hartverwarmend. En als je dan op deze wijze afscheid neemt, dan voel je toch dat je datgene wat je hebt willen doen en wat je voor de mensen hebt willen betekenen, dat je daarvoor voordaan heel veel terugkrijgt. Dat is toch wel een hele diepe indruk op mij gemaakt. Beste supporters, op een avond als vanavond wordt je altijd veel lof toegezwaaid. Niemand beter dan ik besef echter dat ik ook een aantal fouten heb gemaakt.
Om het in voetbaltermen te houden, ik speelde wel eens wat aanvallend en liet dan verdedigend wel eens een steekje vallen. Jullie supporters hebben echter een bijzondere plaats bij mij. Morele steun, waardering en een positieve uitstraling vanuit jullie op mij zal ik altijd blijven koesteren als een hele dierbare herinnering aan deze tijd. Jullie waren in één woord fantastisch. Hij was populair en dat zou ook met successen te maken hebben gehad. En dat hij aanspreekbaar was voor iedereen. Dus als men op de foto wilde met hem of wat dan ook, was allemaal geen probleem. En dan moet je ook eerlijk bij zeggen dat hij daar wel van genoot. Ook voor de supporters was hij een boegbeeld voor de club en is het nog steeds zo. En zijn spirit die zal altijd binnen PSV blijven. In mij als ex, als oudspeler en nu als trainer. Maar bij de supporters, bij iedereen binnen de organisatie, die zal daarin die zal dat meenemen. Ja, dat is heel bijzonder. Ik kan me niet voorstellen dat mensen hem niet op handen dragen. Daar zit volgens mij niemand tussen die hem niet op handen zal dragen hier. En ja, dat is toch ook wel. Dat zegt veel over meneer Van Rijen, PSV gewoon.